Volgens mij zijn wij getuigen van het eerste optreden van een succesvol nieuw duo. Bravo. Tot morgen. Daar doet de landmacht geen uitspraken over. Dat lijkt me een doodlopende weg. Hoezo? Al stuurde minister-president zelf. Het leger houdt dit soort dingen liever onder de pet. Oh, je kent ze. Ja. Hardenberg. Cavalerie. Ik was gestationeerd in Oorschot. Zandhaas. Adjudant der Zandhazen. Doe maar. Wedden dat ik erachter kom wat die vent heeft uitgevreten? Om een fles whisky. Als ik er vandaag achter kom, dan win ik. Zo niet, dan win jij. Deal. Deze kreeg je nog. Jat bij die inval in die club. Ja, die schenken ze daar niet. En zie je het maar als een afscheidscadeau? Je neemt je ontslag? Ja. Waarom? Het gaat u geen reet aan. Weet Eva dit al? Nee. Je hebt er geen idee van hoe diep je haar kwetst. Wat ben je toch een ontzettende lul. Uw mening zal mij werkelijk mijn reet roesten. Ik waarschuw je, Wolfs. Je hebt een maand opzegtermijn. Dat wordt een hele zware maand. Gaat het een beetje met je? Moet je kijken. Dat is adrenaline, dat trekt ze wel weer bij. Zo stom dat ik naar binnen ging. Ik dacht dat hij gekalmeerd was. Eerst de situatie inschatten, dan een besluit nemen. En nooit... alleen naar binnen. Het was mijn schuld. Ik had beter op haar moeten letten. Wat deed jij dan? Ik ondervroeg die winkeleigenaar. Als je er later problemen mee krijgt, kan je altijd met mij komen praten. En denk erover na of je een schadevergoeding wil. Ik wil hem eerst even horen. Hoi. Dat er nogal wat gebeurd is. Ja, dat geloof ik graag. Maar nu bent u eruit. Ja, ik ben terug. Meneer Wolfs, daar ga ik nu over. En eerlijk gezegd, uw reputatie was u al vooruitgesneld. En die heeft u bij deze bevestigd. Pas komen wanneer het u uitkomt. Ik kan niet zeggen dat het me genoegen was. Het belangrijkste is dat het goed afgelopen is. Meneer Bols, ik heb voor morgenavond een tafeltje gereserveerd voor 2 personen. Ja? Voor u en meneer Wolfs. Ik piek er niet over om met meneer te eten. Ik ben het volkomen met u eens. Dit is een dienstopdracht, Wolfs. En de hoofdofficier ziet ook graag dat meneer Bols meegaat. Een etentje om het misverstand uit de wereld te helpen. Gebeurt dat niet, dan zal het voor beide consequenties hebben. En dan bedoel ik overplaatsing. Wil je dat nou echt? Ja, ik denk het wel. Dacht ik vroeger ook, leiding geven. Maar als je het doet... Wat is er op tegen? Leidinggevende collega's, Romeo. Kijk, op straat ben je samen, maar als je leiding geeft... dan wordt het een rattenhol... waarin ze je verscheuren voordat je er erg in hebt. Vergeet het. Wanneer begint de cursus? Volgende week. Nou, succes. De eenheidsleiding heeft besloten dat ik tot nader order, naast mijn andere werkzaamheden, deze afdeling leid. Over de doden uiteraard niets dan goeds, maar deze afdeling is een doorn in het oog van de leiding. Het niet opvolgen van dienstbevelen is hier eerder regel dan uitzondering. Met name u, meneer Wolfs, dient uw attitude te veranderen, wilt u niet binnen de kortst mogelijke tijd richting de uitgang gaan. Mevrouw Kamphuis, een mens is nooit te oud om te leren. Ik ga hier heel hard aan werken. Dat waarderen wij, meneer Wolfs. Maar uw handelen ligt onder een vergrootglas. Vergeet dat niet.